Die was zeer positief gestemd over de Nederlandse economie. Ik denk terecht, die doet het hartstikke goed. We doen het al vrij lang goed. Ik heb er nog even bijgedragen dat we natuurlijk al 500 jaar eigenlijk vrij succesvol zijn als economie. Om allerlei structurele redenen waar we het weer niet over gehad hebben. En eigenlijk was de slotconclusie, omdat de Govert in dit gesprek, die houdt zich meer bezig met electorale problemen. Waardoor natuurlijk ook onvermijdelijkerwijs het populisme ter sprake kwam. En ja, dat je al heel snel aanloopt tegen een hele vervelende, hoe zal ik dat nou eens zeggen, heel vervelend probleem. Namelijk dat verstandig beleid, verstandig macro-economisch beleid, mits niet voorzien van, laten we zeggen, een hele sociale schil, niet waar ertoe leidt dat je dus populistische erupties krijgt. Namelijk van die mensen die op zichzelf wel vaak terecht ontevreden zijn, omdat zij het slachtoffer zijn van die ongelooflijk verstandige macro-economische ontwikkeling. Ja. Elke econoom zal je vertellen dat natuurlijk de ontwikkeling van een mondiale economie een groot voordeel is, omdat dan de goederen steeds op de meest efficiënte plek geproduceerd worden. Maar dat kan ertoe leiden dat sommige mensen, of soms hele grote groepen mensen, hun baan verliezen. Ja, die zijn dan ontevreden, die gaan dan populistisch stemmen. Dit is het klassieke patroon van een betrekkelijk kleine Franse stad. Daar is één groot bedrijf, vaak een staalbedrijf, ooit gerelateerd aan de kolenmijnbouw ter plekke. En het staalbedrijf gaat dicht. Ja, omdat het niet bijster efficiënt is en omdat op allerlei plekken in de wereld zeer grootschalig veel efficiënter staal geproduceerd wordt. En die mensen in dat kleine, gezellige Franse plaatsje, die zijn de klos, want er is geen andere werkgever. Wat dan? Die kopen een geel hesje en die gaan amok maken op de kruispunten iets verderop langs de grote weg. Zo werkt het ongeveer. En het probleem is dat wat de populisten willen, eigenlijk in vrijwel alle denkbare opzichten geen goed beleid is. Want in allerlei problemen zijn een aantal beroepen zullen onvermijdelijk verdwijnen. Een aantal industrieën zullen onvermijdelijk verdwijnen. Dat is altijd zo geweest. Ja, dat gaat door. Precies, dat is altijd zo geweest. Dat gaat door. En nu, ja, die mensen zijn in zekere zin ook geëmancipeerd geraakt. Die zeggen, ja, wacht nou eens even. Maar onze werkgever is verdwenen. Wat nu? Hè? Doe wat. En daar hebben natuurlijk tal van overheden toch enorm veel punten laten liggen. Denk aan de Verenigde Staten. Maar natuurlijk toch vanuit de Great American Heartland. En nou juist een brede groep van in principe blanke kiezers die laag opgeleid zijn en die een hele aardige, goed betaalde betrekking in de industrie hadden, hun baan kwijtgeraakt zijn vanwege de mondiale ontwikkelingen op dit terrein. Dus dat er een soort spanning is tussen het populisme, wat op zichzelf qua oorzaken wel begrijpelijk is aan de ene kant, en werkelijk verstandig beleid aan de andere kant. Dat we natuurlijk met een ongelukkige contradictie zitten, namelijk dat verstandig beleid ertoe leidt dat we democratisch gezien ontwikkelingen creëren die nou juist verstandig beleid proberen te torpederen. En de vraag natuurlijk is, ben ik een voorstander overigens van verlichte despotie? Nee, dat ben ik niet. De vraag is, hoe pakken we dit probleem aan? En we hebben dat probleem wel een beetje laten sloffen. Nou, in Amerika vergaand laten sloffen, trek is. Amerika had wetgeving op dit punt, maar ja, die is niet uitgevoerd. Er is geen zak aan gedaan. En waarom niet? Door het neoliberalisme, wat natuurlijk in de Angelsaksische landen een veel grotere klap veroorzaakt heeft dan in de, zeg maar, in de Rijnlandse landen. Wat was de kern van het Amerikaanse beleid? De kern van het Amerikaanse beleid, dat je gewoon, als de boel dicht gaat, gaat de boel dicht, per gehaald. Worden die mensen werkloos? Ja, die krijgen werkloze steun en ook niet zo verschrikkelijk veel. En, nou ja, je moet flankerend beleid voeren, proberen of je andere industrietakken aan kunt trekken. Ik kan ook niet zeggen dat ik in alle situaties daar meteen een oplossing voor zou weten. Maar je moet wel beleid erop voeren, ja. Dat is simpelweg niet gedaan. Idem dito in die treurige Engelse industriesteden. Nou, we hebben het hier in Zuid-Limburg toch gehad toen de mijnen dichtgingen. Ja, en daar hebben we toen wel aan gewerkt en daar is wel wat gedaan. Maar dat viel langzaam in Limburg treurigerwijze samen met natuurlijk die terugval in de westerse economieën.
Door dat deindustrialisatiefenomeen, wat ook weer samenhangt met op. Kijk, als je 600 miljoen Chinezen aan het werk zet, dan voel je wel dat leidt tot lokale werkloosheid elders. En dan moet je eigenlijk een alternatief hebben, dat je nieuwe industrie ontwikkelt. Die zijn ook wel ontwikkeld, maar ja, gaat dat snel genoeg? Dat is maar de vraag. En ze hebben het CBS die kant op gestuurd. De Belastingdienst heeft daar een kantoortje geopend. Ja. DSM. Ja, we weten allemaal dat Heerlen natuurlijk een enorme dreun heeft gehad. En daar gaat het nu wel iets beter, is mijn indruk. Ik ben daar geweest toen met mijn broer en zus. En wij waren de reputatie van Heerlen, althans voor een verstandige krantenlezer als ik, is veel slechter dan de werkelijkheid. Laat ik het zo zeggen. Het viel ons enorm mee. Ja. Het verleden knaagt nog een beetje aan die stad, denk ik. Zeker, dat is zo klaar als een klontje, ja. En dat is, nou ja, als je naar Flint, Michigan gaat, of naar Cleveland, ja, dan loop je tegen veel grotere problemen aan. Mm. En dat waren steel towns, zoals dat heette. Pittsburgh heeft, bij mij weten, de helft van zijn bevolking verloren. St. Louis, een black hole van ellende. Mm. Zo kunnen we wel even doorgaan. Maar hoe reageerde jou? Terwijl tegelijkertijd natuurlijk de Amerikaanse economie heel vitaal is en vernieuwend. Maar ja, dan heb je het wel over de kuststreken. Over nieuwere staten. Valt daar geen algemeen beleid op te maken? Want je ziet nu toch in verschillende landen dat zich hetzelfde voordoet. Je zou zeggen, eenzelfde aanpak werkt misschien wel. Ja, dus je zou beleid, flankerend beleid heet dat geloof ik, moet je voeren. Om te vermijden dat je populistische erupties krijgt. Maar je ziet, kijk naar Frankrijk. Waar zelfs de verhoging van de dieselprijs, want dat was het oorspronkelijke oorzaak van de gele hesjes, voor heel veel van die mensen die dus in dat stadje waar ze wonen, is het werk verdwenen. Dus ze zijn gedwongen werk elders te zoeken of te verrichten. En dan moeten ze met hun autootje heen rijden. Je kan moeilijk met de Solex. Hè? En dat betekent dus dat een verhoging van de dieselprijs voor tal van mensen een hele vervelende kwestie kan zijn. Ja, maar dat flankerende beleid heb je straks in de toekomst weer een keer nodig. Want dit proces. Je zult voortdurend flankerend beleid nodig hebben, omdat natuurlijk de technologische ontwikkeling van de industriële samenleving is zodanig dat sommige dingen vanzelf verdwijnen of verschrompelen. Kijk naar AI nu, wordt ook weer gezegd. Dames en heren, uw baan gaat eraan. Ja, zeker. Dat overigens, volgens de Economist viel dat enorm mee. Een assistent. Die had een lang stuk dat we ons daar nou niet al te druk over moeten maken. Dat is ook wel mijn indruk. Dit is wel weer zo'n koortsachtige media-eruptie van alles wordt anders. Ja. Een totaal nieuw tijdperk is begonnen. Enzovoort, enzovoort. Dan moet natuurlijk altijd weer hetzelfde liedje. En omdat natuurlijk de groot deel van de journalistiek is niet technisch geschoold, dus die lullen maar wat. Als ze dat verteld krijgen door mensen waarvan ze denken dat ze er wel verstand van hebben. Ik was van de week bij een congres met Alexander Klupping. Die ken je ook, hè, van Blendel. En die gaat nu het land door met alleen maar een verhaal over AI. Over kunstmatige intelligentie. En die had het er dus over dat we als mens verliefd kunnen worden op een robot. Dat hij dat verwacht dat eraan komt. Dat vond ik toch wel bizar. Alexander is een schat, maar is gewoon lulkoek. Als mensen verliefd worden op een robot, ik ben daar helemaal niet tegen, maar het lijkt me onzin. Je had een paar voorbeelden van journalisten nou, die dat er was overkomen. Als je verliefd wordt, weet je toch ook wel wat weten hoe iemand qua vlees eruit ziet, om het maar even zo bruut mogelijk te zeggen. He? Ja, dat is vrij moeilijk bij een robot. Ja, dat lijkt mij ook. Ik heb wel zo'n robot gezien. Ze hebben van die hondenrobots. Nou, dat je bij jezelf denkt, misschien iets voor de science fiction. Ja. Nee, we moeten ons dit niet te veel flauwekul op de mouw laten spelden. Hoe reageerden jouw gesprekspartners bij dat programma van Kelder eigenlijk op die opmerking van die dictator? Niet, want toen was het afgelopen. Ja, maar je gaat dan nog wel doorpraten als het voorbij is. Nee, we hebben nog een heel soort podcast erachteraan gemaakt van een kwartiertje, maar die ging eigenlijk toch over andere dingen. Oké. Okay. Dus ik hoopte namelijk dat mijn opmerking was als teaser bedoeld. Ah, oké. Okay. Zo van, jongens, kijk nou eens wat eigenaardig. We zitten met macro-economisch beleid, waarvan iedereen begrijpt dat het meest verstandige macro-economische beleid is. En tegelijkertijd leidt dat tot grote en deels terechte ontevredenheid bij een deel van de kiezers. Mm. En natuurlijk in de tijden dat de ontwikkelingen, ja, alle loodzetters, ik heb het voorbeeld al eerder genoemd, alle loodzetters zijn in een vrij hoog tempo verdwenen. Je had hier zo'n straat en dan kon je naar die drukkerij van het Utrecht Nieuw-Utrecht Dagblad naar binnen kijken en dan zag je al die lui aan zo'n linotype machine zitten.
Hartstikke leuk om te zien trouwens. Hè? Want het, ja, het is gloeiend lood en zo. Ik bedoel, vloeibaar lood. Ja, die zijn allemaal verdwenen. Ik heb nooit gehoord dat ze zijn gaan demonstreren met gele jasjes aan op het Malieveld. Omdat ze waarschijnlijk vrij snel iets anders hebben gevonden in een zich snel ontwikkelende economie. Als dat zo is, bovendien natuurlijk loodzetters waren relatief hoog geschoold, dan weet je wel wat, denk ik. Maar ja, dit is een probleem waar we permanent mee geconfronteerd worden. Het ziet er natuurlijk naar uit dat naarmate de eeuw vordert dat een groot deel van, laat maar zeggen, de fossiele industrie in de breedste zin van het woord, dat die zal verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een heel ander energiesysteem. Dat wel, want het is een transitie op slotverrekening. Maar ja, sommige mensen die, ik weet niet, je hebt waarschijnlijk in Pernis hooggeschoolde monteurs die dat enorme buizencomplex een beetje op orde houden. Ja, die zullen iets anders moeten vinden. Ja, misschien kunnen die gewoon mijn gootsteen komen ontstoppen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat minder betaald dan pen is. Ja, dit blijft dus een probleem waar we mee te maken hebben. En als we dus niet voortdurend verrast willen worden door populistische erupties, niet waar die natuurlijk politiek gezien meestal de meest stompzinnige dingen beweren. Denk aan onze populisten in Nederland die allemaal uit de EU willen. Ik bedoel, dat is van een ingrijpende stomzinnigheid die je niet voor mogelijk houdt. Maar die in zekere zin wel gevaarlijk is. De Brexit. Hoe is het nu met Engeland gesteld? Slecht. He? Ja, dat lees je overal. Vind ik dat erg? Nee. Vind ik dat fijn? Ja. Het klinkt verschrikkelijk. He? Dat je dan een land... Maar het is hun eigen godvergeten stomzinnigheid geweest om zich eruit te stemmen. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, het is een geluk voor ons, want we hebben een heel goed voorbeeld van hoe het eruit kan zien als je dus eruit staat. Ja, zeker. Ja. Ik heb ook, dacht ik, in dat gezegd van, is Trump eigenlijk ook niet een zegen voor ons? En Trump maakt, mocht hij weer gekozen worden, maar zelfs als dreiging, natuurlijk maakt het voor ons noodzakelijk dat we geopolitiek gaan nadenken over onze eigen veiligheid. Dat moeten we heel doen, hè? Organisatie van onze eigen veiligheid. Maar Trump is natuurlijk wel een enorme stimulans. Als je natuurlijk een Amerikaanse president hebt die zegt dat de EU de vijand van de Verenigde Staten is, dan weet je wel zo'n beetje uit welke hoek de wind waait. Precies. Jij zei van, we vinden Biden zo fijn omdat Biden niet Trump is. Ja, dat is de enige reden dat hij naar mijn idee herkozen moet worden. Is die oud? Ja. Is die eigenlijk te oud? Ja, zou ik zeggen van wel. Maar goed, het alternatief. God, zelfs als hij op sterven zou liggen, dan zou ik nog op hem stemmen. Ja, maar is het gevaar van Trump nu ook niet wat geweken omdat we nu Biden hebben? Ik heb niet het idee dat Europa nou echt hard werkt aan die eigen veiligheid. Nou, daar wordt toch denk ik toch op alle niveaus wel vrij serieus over nagedacht. Je hoort er vrij weinig over dan. Ja, maar goed, er is toch aangekondigd in Duitsland een Zeitenwende. 100 miljard extra naar defensie. En ik heb al eens eerder uitgelegd, waarom zou je niet, de Fransen hebben nog steeds een aanzienlijke militaire macht. Bovendien is Frankrijk een kernmacht. Bovendien zou je best op dit punt, al zijn ze dan uit de EU gegaan, met Engeland afspraken kunnen maken. En dan zou je, en dan heb ik het nog niet eens over het Europees leger, dat is denk ik geen haalbare kaart. Maar intensieve samenwerking bijvoorbeeld tussen de Bundeswehr en het Duits en het Franse leger. Waarom zou dat niet kunnen? Wij doen dat toch ook? Mm. Wij bestaan niet meer als leger. Nee. We hebben allemaal Duitse petjes op in Duitse tanks. Ze zijn wel nog actief natuurlijk het leger, hè? Als je toch ziet wat er nog allemaal gebeurt in Nederland op de kazernes. Zeker. Zeker. Dus ik nogmaals, als je het goed organiseert en je pompt er over een 5 jaar flink wat geld in, dan zou ik vooral, kijk, het Russische leger, laten we eerlijk zijn, heeft bepaald geen indruk gemaakt. De kans dat het Russische leger in een flitsende, geniale tankaanval West-Europa gaat verrassen, die is nul. Dus daar moeten we wel rekening mee houden, dat we zeggen in positieve zin. Ja. Dus ik zie niet in waarom wij eigenlijk niet bij betere afspraken en wat meer geld niet een in ieder geval adequate verdedigingsmacht zouden kunnen vormen. Want afgezien van Rusland is er bij ons in de buurt geen levensgevaarlijke tegenstander. Ik bedoel, waar zou die vandaan moeten voor komen? Voor zover we nu weten, hè? Dat is natuurlijk een gevaarlijke uitspraak. Nou ja, noem eens wat. Waar van Rusland dachten we ook niet dat ze dat zouden gaan doen. Van de Russen niet, nee. Maar Rusland is wel natuurlijk de enige gevaarlijke tegenstander. Weet je iemand anders? IJsland, Algerije. Ja, maar dat is het gevaar dat je nu nog niet weet wie Turkije, het eventueel kan zijn. Turkije is lid van de NATO.
Nee. Weliswaar zijn we daar niet erg gelukkig mee, maar het is wel lid van de NATO. Maar dat kan natuurlijk, de geschiedenis heeft bewezen, uit het niets kan er in een land wat gebeuren. En dan is het een potentiële vijand. Nee. Uit het niets, je zult toch ook dan een serieuze militaire macht, die vorm je ook niet uit het niets. Daar moet je tijd voor nodig. De opbouw van een serieus leger, dat kost denk ik vanuit het niets. Ik redeneer even vanuit het niets. We hebben wel een kwart eeuw voor nodig, denk ik. Dus dat zien we wel aankomen. Ja, Hitler hebben we ook zien aankomen in principe, maar wel met terugwerkende kracht misschien. Nou, we hebben Hitler eigenlijk als niet zien aankomen in die zin dat wij dachten dat als je aan Hitlers wensen tegemoet kwam, dat hij zich bereid zou zijn zich te laten integreren in het Europese statensysteem. En daar was hij helemaal niet toe bereid, bleek achteraf. En dat heeft geleid tot de Tweede Wereldoorlog. Nog een ander interessant onderwerp in die uitzending, totaal anders. Het ging over ganzen. En ik vond dat wel leuk, want het was een meisje die gaat promoveren deze week op een onderwerp rond ganzen. Ja, zeker. Die heette geloof ik Nelleke Buitendijk, als ik het wel heb. En die professor Steven Brakman, volgens mij. Ja, precies. Je hebt wel goed geluisterd. Ja. Ik heb zitten meeschrijven. Oh, je hebt het mee zitten schrijven. Oké. Ja, die ganzen, dat is een interessante zaak, want je weet, ik geloof dat ik begon met mee te delen, dat als je 30 jaar geleden zo'n vlucht ganzen over hoorde komen, s'avonds fijn snaterend zoals zij dat doen. Gakkend is waarschijnlijk het juiste woord. Bovendien speelt bij mij nog Niels Holgersson ook nog een rol in mijn overwegingen. Man, dan belde je natuurmonumenten en tegenwoordig, nou ja, zoals al die dieren die eerst bijna uitgestorven waren, vormen ze nu een plaak. Maar ik heb alleen een samenvatting van haar proefschrift gelezen. En dan moet ik zeggen, dat met die plaag, dat valt nogal mee. Want eigenlijk zijn alleen de brandganzen echt een plaag. Bovendien worden de landbouwers gecompenseerd voor de schade die ze aanrichten. En er zijn wel methodes bedenkbaar waarmee je de brandganzen bijvoorbeeld enigszins kunt concentreren. Dus ik vond hem nou meteen te zeggen, we gaan de brandganzen massaal uitroeien, dat zegt zij ook overigens helemaal niet. Laat ik dat er voorzichtigheidshalve bij zeggen. Daar ben ik niet zo'n voorstander van. Maar het werkt wel enigszins komisch op iemand die nog uit een wereld komt waar als je een wilde gans zag, man, dan raakte je opgewonden. Dan ging je werk van maken, bij wijze van spreken. En nu zijn ze een nationale plaag, of een plaag geworden. Want dat is natuurlijk, Daar denk ik ook altijd, in de landbouw wordt al heel snel gesproken over een plaag. De dassen zijn ook een plaag. En de bevers zijn een plaag. En nou ja, eerst zijn de bevers uitgestorven in Nederland. Toen hebben we de bevers gereïntroduceerd. Nog niet zo lang geleden, ik denk 25 jaar geleden of zo. Nu zijn er in Nederland 5000 bevers die in allerlei opzichten de dijken ondermijnen. En nou ja, het dassendrama, dat hebben we net achter de rug eigenlijk, waar ik ook de opwinding wel een tikkeltje overtrokken vond. Ik vraag me af hoe verstandig het was om die trein ineens niet meer te laten rijden. Dat bleek me een beetje een overdreven reactie. Maar goed, ik ben geen civiel ingenieur, dus ik zeg dat een beetje uit de losse pols. Maar ik vond die ganzen zijn eigenlijk voorbeeldig voor een specifieke ontwikkeling. Nou, iets sterft bijna uit. Oh, wat jammer. De bever is verdwenen. Weet je wat we doen in het Biesbos, lekker gebiedje, zetten we 200 bevers uit. Importeren we uit Polen of weet ik waar ze vandaan kwamen. Ja, en ja, dan zie je dus dat ze het hartstikke goed doen. En dan ineens zijn ze een plaag geworden. Dus ik zou zeggen, denk over al die dingen eens goed na, voordat ze een plaag wordt, zou ik zeggen. En kijk of je een beheerstructuur kunt verzinnen die, laten we zeggen, voor ons en voor de dieren gunstig is. Jij zei ook dat onderzoek van die ganzen kun je eigenlijk toepassen op al die anderen. Ook op de bevers en op de dassen. Precies, ja, dat lijkt mij ook, ja. Ja. De das, die was, daarvoor hadden we das en boom. De das stond te puitsterven. En nu blijkt het honderden dassen te zijn. Er worden alleen al 1400 dassen overreden elk jaar. Hallo, hé. Hey. Maar het is een beschermde diersoort, hè, volgens mij. Dus dat maakt het moeilijk. Ik ben niet meer, ben vergeten waar, waarschijnlijk in The Economist, een stuk over de wilde zwijnen in de staat Texas. Dat moet je eens lezen, joh. Dat is echt spectaculair. Ja, want ook wilde zwijnen zijn een plaag, zoals je weet.
nooit in Berlijn geweest. Dan, zeker. Ja, ja. Als je er s'avonds een wandelingetje gaat maken, heb je een goede kans dat je wilde zwijnen ziet die bezig zijn. Ook als je naar het oosten van het land gaat. Om de gazons overhoop te halen. Je schrikt je rot. Ik ben een keer naar het oosten van het land gegaan. Dan kom je ze ook, als je in het bos gaat wandelen, kom je ze tegen. Mm-hmm. Moet je echt mee voor oppassen. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Ja. Dat ze gevaarlijk zijn. Zeker als ze jongen hebben. Ja, als ze jongen zijn. En nou, ik heb dat verhaal toch verteld van die twee keilers. Zo heten die beesten, geloof ik. Die wolf aanviel. Het was vrij spectaculair ook. Maar ja, met als gevolg dat we om de x jaren moeten we 5000 wilde varkens doodschieten. En maar ga je nog een keer vervangen? Waren ze tevreden, de mensen van het programma? Nou ja, ze waren ook niet zo tevreden over mijn presentatietalenten. Ja, maar je bent toch maar ze waren wel graag bereid me dat te vergeven, geloof ik. Oké, maar je bent ook geen presentator natuurlijk. Dus... Nee, ik ben absoluut geen presentator. Dus ik ze wisten wie ze in huis haalden. Ja, ik vergeleek het met mijn presentatieprestaties bij dat EO talkshowprogramma. Hoe heette dat ook alweer? Met Andries... Knevel. Ja. En Thijs van den Brink. Die talkshow die daar ben ik een keer assistent-presentator geweest. Dat was een drama. Ik kan niet anders schrijven. Je krijgt een hele bos kaartjes, weet je wel. Voor de instart en de namen van de gasten en de hele zante kraam. Begon dan mee dat ik al die kaartjes op de grond liet vallen. Dus ik was al ernstig gehandicapt. Maar ik moet zeggen dat die Thijs van den Brink, altijd als ik hem zie, ben ik hem nog dankbaar. Altijd steeds dan een soort duwtje gaf, wat niemand kon zien. Dat er weer zo'n stomme instart kwam. Waarmee ze uiteindelijk eigenlijk al die talkshows verziekt hebben met al die kattenfilmpjes en al die andere flauwe, klein, kinderachtige flauwekul. Maar ze moeten jou gewoon, die teksten moet je eigenlijk gewoon wegleggen. Je moet die tijd vergeten, want dat is het goede in de podcast. Ja, mijn probleem is dat ik altijd de tijd vergeet. Want hier vergat ik ook de tijd grotelijks. Ja, ook maar heel en kort. Toen had ik ook geen tijd meer om te zeggen dat het meesterlijke programma Argos na ons zou vervolgen. Ja. Maar ja, de vaste luisteraar die weet dat wel. Maar je had ook een nieuwsbulletin, dat duurde een kwartier volgens mij, voordat je eindelijk eens kon beginnen. Ja, ook dat. En toen krijg je het weer en dan krijg je file meldingen. Nou ja, van alles en nog wat. Eigenlijk een beetje onzin natuurlijk. En reclame. En toen kon je pas kwart over beginnen volgens mij. Ja, zeker. Je bent sowieso al een kwartier kwijt met dit soort van mededelingen. Ja. Iemand schreef ook van het nieuws begon ook een minuut later, omdat Maarten zijn inleiding duurde veel te lang. Ja, in mijn inleiding kwam ik ineens op allerlei interessante gedachten. Wat ik altijd heb als ik ga zitten praten, dat ik denk, oh, dat is ook leuk, hoe zit dat ook alweer? Dat ging over dat professorgedoe. Dat iedereen het tot de dood erop volgens zichzelf professor blijft noemen, ook zulke flauwe. Ze zeiden, we hebben nu een echte professor aan het woord, of als presentator. En toen zei ik dat ik dat niet meer was. Omdat de wet voorschrijft dat in dit beroep... Nou is het probleem dat titel professor is niet wettelijk beschermd. Dus ik zou maar zeggen, als jij dansleraar bent en je doet een bord op de deur professeur de dans. Tom Jesse, professeur de dans. Dat mag, daar is de professor in de danskunst. Maar hoogleraar schijnt wel beschermd te zijn. En ik begrijp ook niet waarom mensen dan echt eindeloos met zo'n titel te koop lopen. Ook als ze al 20 jaar... iets totaal anders doen, dat begrijp ik niet. Ja, ik begrijp het wel, als ik een defter en zo. Maar het is natuurlijk eigenlijk kinderachtige flauwekul. Ja. Hey, wat zeiden de gasten? Hoe keken de gasten erop terug? De gasten, er waren helemaal niet zoveel gasten. Ja, er zaten een paar mensen die zich ook wel geamuseerd hadden, als ik het goed zag. Oké, jij vond het ook leuk? Ja, je weet het. Hartstikke leuk om te doen. Want ik vond ook, naarmate wij in gesprek raakten met die twee deskundigen, zou ik maar zeggen, kwamen we toch tot aardige punten. Ja. Dat we die eigenlijk pas scoorden toen het afgelopen was, dat is vers 2.